wil graag wat met jullie lezen uit Matteüs 16. Bekend gedeelte waarschijnlijk voor veel mensen. Vanaf vers 13 tot en met 17. En daarvoor is heel veel gebeurd, daar ga ik straks wel iets over zeggen. Maar dan komt Jezus in het gebied van Caesarea Philippi. En dan vroeg hij zijn leerlingen het volgende. Wie zeggen de mensen dat de mensenzoon is? Ze antwoorden, sommigen zeggen Johannes de Doper. Ander Elia, weer andere Jeremia of een van de andere profeten. Toen vroeg hij hun, en wie ben ik volgens jullie? U bent de Messias, de Zoon van de levende God, antwoordde Simon Petrus. Daarop zei Jezus tegen hem, gelukkig ben je Simon Barjona, want dit is je niet door mensen van vlees en bloed geopenbaard, maar door mijn Vader in de hemel. Dankjewel. Die probeer ik gelijk even. Twee vragen vanmiddag. Wie zeggen de mensen die ik ben, de mensenzoon is? En wie zeg jij die ik ben? Twee vragen van Jezus. En als je zo die eerste vraag hoort, wie zeggen de mensen dat ik ben? Dan krijg je het idee van griebels. Zit hij wat slecht in zijn vel? Wil die weten hoeveel likes of volgers die heeft? Wil die feedback om zijn boodschap aan te passen? Is hij onzeker over zichzelf? Hoe zit dat? Wie zeggen de mensen dat ik ben? Wat een rare vraag eigenlijk. Die verwacht je niet van Jezus. Die verwacht je eerder van ons. Zo onder elkaar. Wie zeggen de mensen dat ik ben? Weet je wel? Heb ik het goed gedaan? Heb ik het fout gedaan? Je zoekt bevestiging, je zoekt erkenning. Je bent onzeker over dingen. Je bent wat, hoe meer likes of volgers je hebt op Facebook, hoe interessanter je bent, nou, daar word je wat van, weet je wel. Ik heb zoveel vrienden, ik ben zo bekend, BN'er, daar word je iets van, daar word je belangrijk. Is dat wat Jezus zoekt? Wie zeggen de mensen dat ik ben? Mensenzoon, het woord gebruikt hij. Dat woord mensenzoon komt zo'n 80 keer voor in de evangelie. Letterlijk staat er Ben Adam, de zoon van Adam. Komt ook tegen in Psalm 8. U heeft hem bijna goddelijk gemaakt. Wat is het mensenkind dat u aan hem denkt? Mensenkind kom je tegen bij de doorbouw van Babel. Dat God ging kijken bij de mensenkinderen wat er gebeurde. En de eenheid, ze waren bijna in de hemel op hun eigen stijl. Je komt het tegen in Daniel 7. In een van de profetieën van visioenen van Daniel, waarin hij eerst vier dieren ziet. En tenslotte in dat hele verhaal in 7, vers 15. In mijn nachtelijke visioenen zag ik dat er met de wolken van de hemel iemand kwam die eruit zag als een mens. Mensenzoon, mensenkind, Ben Adam. Hij naderde de oude wijze en werd voor hem geleid. Hem werden macht, eer en koningschap verleend en alle volken en naties, welke taal zij ook spraken, dienden hem. Zijn heerschappij was een eeuwige heerschappij die nooit ten einde zou komen. Zijn koningschap zou nooit te gronde gaan. Wie zeggen de mensen dat ik ben? Een gewoon mens of een bijzonder mens? Discussie kun je vandaag aan de dag op straat voeren. Het gesprek komt zeker in de Alfa. Wie is Jezus? Toch? Cynthia, klopt hè? Dus gaan we de Alfa. Dit is een Alfa-preek. Wie is Jezus? Wie zeggen de mensen die Jezus is? Ach, dat is een goed voorbeeld. Iemand die zijn best gedaan heeft en een mooi voorbeeld heeft nagelaten om te beantwoorden. En hij heeft neergezet in de wereld wat liefde is. Dat kun je mooi navolgen. Er zijn meer religieuze mensen die geleefd hebben. Er zijn ook anderen, Boeddha, Mohammed, Confucius. Is een beetje in de war. Of anderen, weet je wel. Ze zeggen toch allemaal maar hetzelfde. Het gaat toch om hetzelfde. Maakt toch niet uit. Het is toch allemaal één pot nat. Als mensen zoeken naar antwoorden van wie zeggen de mensen dat ik ben, dan ga je direct vergelijken met anderen, ja toch? Je wordt in een rijtje gezet. Dat zie je in de antwoorden ook. De een zegt Elia, de ander zegt dat. Je komt in een rijtje terecht. Je wordt vergeleken met anderen.
En dat begint al gelijk bij de geboorte. Hij heeft de neus van zijn vader, maar de oren van zijn moeder, ja. Weet je? Je staat gelijk in een rijtje, je wordt gelijk vergeleken met anderen en er is van alles en nog wat mee aan te bedenken. Ja, kun je wel zien. Dat is een echte Wiersma, zeggen ze dan, weet je wel. Ik weet niet of dat een compliment is, maar... En dan denk ik wel bij mezelf, mag die ook een beetje van zichzelf zijn of zo, weet je wel. Je wordt zo in het rijtje gezet, je wordt zo meegenomen. En ja, soms doe je er zelf ook een schepje bovenop in je leven. Wie ben ik? Dat is een spelletje. Poink, wie ben ik? Het kan soms zo'n zoektocht zijn. En dan wil je zo graag wat lenen van een ander. Beetje van die, een beetje van dat. Een beetje stoerder, een beetje meer van dat. Een beetje zus, een beetje zo. Wow, nou begin ik wat te worden. In vergelijking met anderen. Iedereen heeft een mening over je, toch? Je leuk over mij. Ik hoef niet alles te weten hoor. Maar het is toch gewoon zo? Hoe je moet zijn. Vooral hoe je niet jezelf moet zijn. En je kunt er behoorlijk van in de war raken. Wat vinden de mensen? Wie denken de mensen dat ik ben? Iedereen heeft een mening over Jezus. Wie is hij? Hij is Elia. Ja, Johannes de Doper. Hij is een van de profeten. En ze zetten hem in. Maar eigenlijk op het moment dat die vergelijkingen komen, komt hij in een schaduw te staan. In de schaduw van een ander. Dan moet ik zeggen, als ze tegen mij zou zeggen, nou Jaap, je lijkt wel een beetje op Elia. Ga ik groeien. En Johannes de Doper, behalve de sprinkhanen, die hoef ik niet. Maar bediening en dergelijke, wauw, in de geest van. Dat zijn slechtere dingen om even vergeleken te worden. Maar als het om Jezus gaat, mensen, er is niemand zoals hij. Niemand. Hij is zo uniek in wie hij is. In macht, in majesteit, in heerlijkheid. Zo uniek. Er is niemand zoals Jezus. Hij is het licht van de wereld die niet in de schaduw van een ander past. Niet in de schaduw van Elia. Niet van Johannes de Doper. Hoe geweldig ook zijn en anderen. Hij is zo uniek. Hij is zoon van God. Het antwoord komt dan ook, hè. U bent de Messias, de gezalfde, degene die apart is gezet met een boodschap. U bent de zoon van de levende God. Als het te hard gaat, dan doe dat maar, hè. Kan niet, kan je het niet zachtjes zeggen? U bent... Ik geloof gewoon niet dat Petrus dat gefluisterd heeft. U bent de zoon van de levende God. Dat gaat niet. U bent de zoon van God. Dat is hij. Jezus, wie is hij, staat niet in een rijtje van mensen. Het is niet een weg, een manier, iets wat je kunt vergelijken met anderen. En een beetje van dit, en een beetje van dat, en een beetje van zus, en een beetje van zo. Helemaal niet. Hij is Jezus, de zoon van de levende God. Gezalfd, apart gezet, gestuurd met een boodschap, met een opdracht naar jou en mij toe. Er is niemand zoals Jezus. Er is geen andere naam onder de hemel gegeven om behouden te worden dan alleen de naam van Jezus. Niet de naam van wie dan ook. Amen? Daar zijn we het over eens. Halleluja! Het is zo goed om dat naar je toe te halen. Soms dan praten we de hele wereld na, heb ik wel eens het idee. Maar wat iedereen zegt, zeggen we ook, weet je wel. Wat zeggen de mensen? Ja, dat zal dan wel goed zijn. Wat het nieuws zegt, zeg je ook. Ja, dat zal wel goed zijn. Wat je kerk zegt, zal wel goed zijn. Wat je voorganger zegt, zal wel goed zijn. We zijn niet bedoeld om in het volgen van Jezus om elkaar na te praten of te zoeken in de wereld. Maar naar God zelf toe te gaan. Naar Hem toe te gaan. Het van Hem te ontvangen. Jezus is zo anders. Wie zeggen de mensen, die de mensenzoon is, dat zegt hij niet vanuit zijn onzekerheid, maar zegt hij voor ons. Om eigenlijk door te gaan met vraag 2, dicht bij jou te mogen komen. Wie zeggen de mensen dat ik ben? Wie zeg jij dat ik ben? Wie ben ik volgens jullie? Zegt Jezus. Het antwoord van Petrus hebben we gehoord. De Messias. De gezalfde. De
de Zoon van God, gestuurd naar deze wereld. Ik heb net Daniel aangehaald, hij, in zijn visioen. Hij ziet Jezus, hij ziet de mensenzoon als de overwinnaar, als de koning der koningen. Als een koninkrijk waaraan geen einde zal komen. Ik denk aan Johannes de Doper, die zegt, het Lam van God. Jezus die de zonde van de wereld meeneemt aan het kruis. Die gekomen is niet om een koninkrijk baan te breken met geweld, maar door zijn Heilige Geest, door zijn liefde, door zichzelf weg te geven. Het Lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt. Hij nam alles op zich, vrijwillig zijn leven in de dood. Onze zonde, onze ziekte, onze benauwdheden, we hebben erover gehoord afgelopen weken. Opdat we bevrijd zouden worden van de dood. De Zoon van God heeft overwonnen. Zijn koningschap zal nooit te gronde gaan. Is een eeuwig koninkrijk. Gaat voor altijd door. Jezus vraagt, wie ben ik volgens jou? En ik dacht erover na en ik besefte dat de manier waar ik over Jezus denk ook te maken heeft met de manier waarop ik autoriteit geef aan hem over mij. Heb je die? Die was voor mij centraal. Dus ik zeg hem nog een keer. Van, ik merkte bij mezelf dat hoe ik over Jezus denk, dat is niet een soort plaatjes plakken van voetballen of zo, weet je wel. Ik selecteer wat en ik doe wat en ik heb een ideetje en dergelijke. Ik heb wat zicht op wie Jezus is en hoe het verhaal in elkaar zit. Het heeft alles te maken met de autoriteit die ik geef aan hem over mijn leven. En dat is different koek, op zijn Nederlands. Engels, dankjewel. Nou hoor ik, nou voel ik mensen hier vandaan al jeep doen. Autoriteit. Alsof je gewoon een heel vies woord zegt. Ja? Alsof je het over iets hebt wat eigenlijk niet kan bestaan. Alsof in één keer alles van je afgepakt wordt. Dat je in een soort zelfrijdende auto terechtkomt. Dat je niks meer hoeft te doen, zou ik maar zeggen. En dat er... Ja, je kan er... Zoiets. Dat al je controle wordt weggehaald uit je leven. Dat je alleen maar kan... Alles maar kan overgeven en autoriteit. Ja, Heer, u bent de autoriteit. Ik ben zelf niks meer. Dat is niet waar. God wil door zijn Heilige Geest je niet aan de kant zetten. Hij wil niet zeggen, joh, Jaap, jij bakt er toch niks van. Ga jij maar even zitten. Weet je wel? Ik haal je bij de tijd van de opname, als die er komt, of hoe dat er ook precies allemaal uitziet aan het eind, zeg maar, haal ik je wel weer op, weet je wel. Dan ga je fijn mee de hemel in en tot aan die tijd neem ik het even van je over. Soms zou dat wel prettig zijn. Voor mezelf en soms ook voor anderen. Dat is, ik wat minder en hij wat meer. Ja. Maar wat God doet, is dat hij je inschakelt. Dat hij wil komen met zijn Heilige Geest in jou. Dat die Jezus, door het geloof, dat God door het geloof in je hart woning wil maken. Dat is ook een soort sleuteltekst in mijn leven, kan niet helpen. Ik zal hem vast vaker gebruiken. Ik kom uit een vrij koud gezin, van huis uit. Niet alleen dat we linoleum in huis hadden liggen, zou ik maar zeggen. Dat ook, na oorlogsgezin, dus dat was de wederopbouw. En mijn ouders die werkten heel hard, deden heel veel dingen. En echt met alle goede bedoelingen. Maar het was vrij koud. De luxeflex was koud, linoleum was koud. Relaties waren koud. En huis, ik was 16 jaar, toen ging ik op kamers wonen. In Zwolle. Het huis uit. Mijn zussen daarvoor waren al eerder vertrokken. En het had ook wat met die kilheid en die dat koude te maken. Dat viel ik niet mee om dan na te denken, wat is een thuis? Een woning. Dat is een dak en een deur en een bed. Dat is een woning. Maar ik ben gaan zien vanuit het woord van God dat een woning zoveel meer is.
En dat, dan gaat het niet om het open haartje en om alle gezelligheid. En natuurlijk, als je dan gaat trouwen, dan stop je hele huis vol met griebeltjes en dingetjes om het zo gezellig mogelijk eruit te laten zien. Je compenseert alles wat je niet hebt gehad, op een of andere manier. Maar ik heb ontdekt dat als het om God gaat, dat hij niet de God is van het linoleum. Dat hij niet de God is van de luxe flex. En een dak en een deur en een bed, doei. Dat hij de God is die zegt, ik kom woning maken in jou. God die zegt, ik voel me zo op mijn gemak bij jou, Jaap. En hoe je heet, vul maar in. Ik wil zo graag mijn voeten op de bank leggen in jouw huis. Kom, we delen de koelkast, we maken er wat moois van, samen. We gaan samen op weg. Ik heb plannen en ideeën voor. Ik maak een thuis, ik maak een huis. Dat, hè, heeft mijn leven geraakt. Want toen ik in Zwolle op kamer zat, zou ik maar zeggen, tussen een hoop anderen, met allemaal een deurtje en een bed, en ongeveer dat, 16 jaar. En Jezus ontmoet dat in mijn leven. En ontdekte dat hij een thuis wil zijn. Ik weet niet hoe jouw leven is geweest. Of dat je nog een beetje dakloos voelt. Op die manier. Het hoeft niet eens letterlijk zo te zijn. Maar je kan een beetje homeless zijn. Geen vaste plek. En dan hoor je een preek over wie is Jezus. Ja, hij lijkt een beetje op die. En hij lijkt een beetje op zus. En een beetje op zo. Niet zo gek. Er zijn slechtere dingen in de wereld. Wie zeg jij die ik ben, zegt Jezus. Wie mag ik zijn voor jou? Wil je mij autoriteit geven om binnen te komen? En ik kom niet om de controle van je af te pakken. Maar je mag het aan hem geven. Je mag je deur openzetten van je leven. Om te zeggen, kom Heer, kom wonen in mijn hart. Kom wonen in mij. Efeze 3, vers 17 is dat wat ik aanhaal. En daar staat dan bij, dan word je geworteld en gegrondvest in zijn liefde. Ik kreeg opeens worteltjes. Ik had ze niet alleen, ik had ze. Ik kreeg opeens vaste grond onder mijn voeten. Dat linoleum deed me uitglijden. Zoeken naar bevestiging op alle mogelijke manieren in mijn leven. Maar toen ik vaste grond vond in de liefde van Jezus, toen wist ik dat ik thuis was gekomen. Welke autoriteit wil je hem geven? Misschien ben je bang voor autoriteit. Bang om iets uit handen te geven. Misschien heb je mensen in je leven gehad die je autoriteit gaf. Misschien wel in de kerk. Of in je gezin. Of op andere manieren. En dat, die autoriteit, nou, dat was een rampenverhaal. We kunnen er de hele middag mee vullen als we zouden willen met elkaar. Want hoe vaak gebeurt het niet als je iemand gezag geeft of autoriteit geeft, dat je gemanipuleerd wordt, misbruikt wordt, op een manier die helemaal niet goed is en helemaal alle kanten fout gaat. En dan denk je bij jezelf, nou bekijk het allemaal maar. Ik ga achter de muur zitten en niemand komt meer bij me. En als je wat wil, ik zoek het zelf wel uit. Ik en controle. Ikzelf. Ik regel mijn leven wel. En ik heb natuurlijk wel een EHBO-doos ergens, dus Jezus. Als het helemaal niet lukt, weet je wel. Een soort veilige verzekering, voor dat ik toch goed aankom. Of pech onderweg verhaal, is Jezus. Maar ik doe het allemaal zelf. Ik hou mijn leven onder controle. Want ik heb het wel eens geprobeerd. Man, je moest eens weten. En nou sta ik hier te vertellen dat Jezus te vertrouwen is. En ik ben gaan zoeken of ik dat helemaal ondersteboven kon gooien met bijbelteksten en op een of andere manier aan je kon vertellen. Het is me niet gelukt. Want ik weet dat ik het niet kan overtuigen in je hoofd. En dat ik nu je hart moet aanspreken. Want vertrouwen is een zaak van je hart. Wie hier in de zaal hebben ervaren dat Jezus echte vertrouwen is? Steek je hand eens op. Kijk, ik ben niet de enige. Hij is echt, echt, volledig te vertrouwen. Wie is Jezus voor jou?
mag hij die persoon zijn uit Daniel. Koninkrijk voor eeuwig zal altijd standvastig blijven. Heel vroeger, volgens mij is dat liedje 1 of 2 uit Opwekking, zongen we zo'n liedje, hij is de koning van mijn hart. Ik ken niemand meer natuurlijk, maar hoop toch wel. Je hebt ook van die liedjes die zeggen, Jezus is Heer. Weet je wat je dan zegt? Jezus, u heeft de heerschappij over mij. Zo, dat is wat. En je wou het nog wel zelf onder controle houden. Maar als je je geeft aan hem, als je beleidt, Jezus, u bent niet één van velen. U zit niet in het rijtje, u valt niet in de schaduw van iemand. U bent de enige waar ik mijn leven in kwijt kan. Dat is Jezus. Hij is de koning van mijn hart. Mijn Jezus. Hij is de koning van mijn hart. Hij is de koning van mijn hart. Wat een makkelijk liedje, hè? Nou ken je hem allemaal. Zou je dat willen zeggen? Zou je vandaag autoriteit aan Jezus willen geven over jouw leven? Ik vertrouw hem. Hij is te vertrouwen. Ik vertrouw hem als ik ziek ben. Ik vertrouw hem als ik gezond ben. Ik vertrouw hem als ik doodga. Ik vertrouw hem als ik leef. Ik vertrouw hem als ik zorg heb. Ik vertrouw hem als ik blij ben. Mijn leven, hij woont in mijn hart. Weet je, als je dat vertrouwen aan hem geeft, die autoriteit aan Jezus geeft, dan gaat hij die autoriteit gebruiken in jouw leven. Wauw. En alle onmogelijkheden veranderen in mogelijkheden. Omdat hij de koning is. Dat hij stuurt. Alles wat jij niet kon, kan hij wel. Hij is de koning van... Meen je het? Mijn Jezus. Kom maar jongens. Mijn Jezus. Hij is de koning van mijn hart. Hij is de koning van mijn hart. Zijn naam is iets. Hij is de redder van mijn ziel. Misschien ben je hier en je zegt, ik heb een redder nodig. Man, ik heb geprobeerd eruit te komen en het lukt me niet. Niet zo gek. Niemand redt dat. Want we hebben iemand anders nodig. Die op dit moment je bij de hand wil pakken en je wil uitredden. Ik ken je situatie niet, het maakt me ook niet uit wat het is. Maar als je redding nodig, hij is de redder van je ziel. Hij wil je uitredden, hij wil je op vaste grond zetten. Hij wil bij je binnenkomen. Het wordt gezellig met hem. Het wordt een thuis. En er zijn, denk ik, echt mensen ook hier vandaag. Die zeggen, Jaap, dat verhaal van de linoleum, was iets anders thuis. Maar wat je daar zei, ik heb nooit echt een thuis ervaren. We gaan zo bidden en zo, maar dit is een moment dat je uitgered wordt. Jezus kan binnenlaten in je hart. Je leven zal absoluut veranderen. Echt waar. Hij is de redder van
mijn ziel, mijn Jezus, mijn Jezus. Hij is de redder van mijn ziel. Hij is de redder van mijn ziel. Zijn naam is Jezus. Yes. Als je hier bent en je wil Jezus autoriteit geven over jouw leven. Hij komt niet op je af om het van je af te pakken. Hij nodigt je uit. Mag ik die Heer zijn? De koning der koningen. Het lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt. Mag ik die unieke gezalfde Messias, koning der koningen, zoon van God zijn in jouw leven? Als je daarna verlangt, kom maar naar voren. Als je daarna verlangt om dat te ervaren in jouw leven. Misschien probeer je alles aan elkaar te knopen in jouw controle. En zeg je, vandaag Heer, laat ik het los. Nou, dan gaan we het derde coupletje ook maar doen. Ja, hij doopt met geest en vuur.